Heel veel debatten in de Tweede Kamer zijn behoorlijk voorspelbaar. Vooral als je van tevoren al weet dat ze eigenlijk niet gaan over de vraagstelling waarover ze zouden moeten gaan. Neem het debat, wat hier vanmiddag om 2:30 begint over Ebru Umar. Die na kritiek in tweets op de Turkse president Erdogan vastgezet werd. Ze mocht Turkije niet verlaten. Dat gaat over de persvrijheid. Over die tweets en woordkeuzes kun je allemaal debatteren, maar zij moet dat allemaal kunnen zeggen, vinden wij hier. Raar dat ze daar wordt vastgezet. Maar het debat vanmiddag, dat gaat niet zozeer over de lange tenen van Erdogan en de lange armen van hemzelf en van zijn apparaat en al die autoriteiten daar, die haar daar vastzetten. Nee, dat gaat natuurlijk over het Nederlandse kabinet. Heeft het wel genoeg gedaan om Ebru Umar vrij te krijgen, om naar Nederland te halen? Wat was de rol van minister Koenders? Was niet te juichend in zijn eerste persbericht. Natuurlijk, enige ijdelheid kan je Bert Koenders, minister van Buitenlandse Zaken, echt niet ontzeggen. Maar volgens mij heeft Nederland dit toch behoorlijk goed opgepakt. Stille diplomatie. De ambassadeur heeft een belangrijke rol gespeeld. Diplomaten, de premier op de achtergrond en ook Bert Koenders. Maar nee hoor, het debat gaat eigenlijk niet over de vraag hoe is het met die persvrijheid in Turkije gesteld. Nee, het zal hierover gaan. De echte zaak waar het over gaat. Een president van een land die denkt dat hij boven alles en nog wat verheven is. En daardoor ook journalisten gewoon vastzet. Daar gaat het vanmiddag niet echt over. Het gaat over kleine dingetjes. Klein bier, minister Koenders en een persbericht. Jammer.